We hebben een auto genomen en we gaan de tijd meten van hoe lang de auto erover doet om van de start naar de finish te rijden. En eerst was ons idee om de auto te laten rijden via het paneeltje. Maar toen kwamen we erachter dat de auto eigenlijk daardoor misschien kapot ging gaan. En dat wouden we niet. Dus hadden we dan dit plan. Dat we hem dan gingen laten rijden. En dan kwam meneer Ossaar met een idee voor het lichtsensor. Om te stoppen met tellen. En dus hebben we nu dit. Want we wilden het ook een beetje versieren. Dus we hadden dan het idee om te tellen. En we vroegen eigenlijk meneer Ossaar om hulp. Omdat we niet wisten hoe dat we het tellen moesten stoppen. En toen kwam hij met het idee om een grote lichtsensor te gebruiken. Om als de auto er voorbij rijdt, dat de teller dan stopt met tellen. En eigenlijk, het is nog niet uitgetest dat werkt. Dus dat gaan we nu doen. Hier is dus het startschot, als je de schakelaar hier omzet, gaat daar op de display beginnen tellen. En als de auto bij de sensor is gereden, stopt het met tellen. Dus 3, 2. Start. 6 seconden. Dus ook als je de schakelaar terug afzet, reset, de teller automatisch, dan je terug opnieuw kunt beginnen.